Nat en guur, dat is het ook vandaag in Elslo. Omstandigheden waarvoor de wielrenner Sjefke Jansen zijn hand niet zou omdraaien. Een renner op karakter, een eigenschap die hem in de jaren 40 op de Kouwberg twee keer het Nederlands kampioenschap opleverde. De beruchte kool die van elke wielrenner een wegwerker maakt. Zoals de renner Sjefke banen ook de aanwezigen zich vanochtend op karakter een weg naar de kerk. Vrienden, familie en veel dorpsgenoten. Want bekend was hij in het dorp. Voor een nieuwe fiets ging je maar naar één iemand en dat was Sjefke. Ook op latere leeftijd was hij nog vaak te vinden in de zaak, die inmiddels was overgenomen door zo'n Jo. Ik ben hier met de zaak geweest met de fietsen. Nu weer bij de zoon met de fietsen. Dus Sjefke Jansen, dat is een heel bekende figuur in Elslo. Dat was een begrip hier in het dorp? Dat was een begrip in het dorp, ja. En Sjefke is wel overal oplossing op. En een heel eenvoudige mens, zonder veel woord. Maar een goeie kerel. Een hele goede wielrenner ook. Ja, super. Mijn vader was een fanatieke supporter van hem. Ook vanuit andere takken van sporten zijn er vertegenwoordigers aanwezig. Zoals Willy Dullens, de oud-voetballer. Dit was de twee verruimen eigenlijk. Wie zwaar, wie beter. En daar waren de man de golf echt nooit op. Maar ja goed, dit gevecht kan ze natuurlijk nooit winnen. We komen er allemaal aan de beurt. En dan met deze leeftijd, 93, prachtige leeftijd en een prachtig mens. Om 10:55 arriveert dan de auto met Sjefke. De omstandigheden blijven zwaar, ook voor de begeleiding van de dienst. Zelf had hij er ongetwijfeld wel raad mee geweten. Sjefke Jansen, 95 jaar werd hij, op weg naar zijn laatste etappe.